It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Brian Thomassen in Decemberfries. Ja, we zijn weer de laatste van deze week, van week 3 al. God, dat gaat rap. Echt god, deze gaat echt zo rap. In Decemberfeest, het is hierna nog 1 week en na die week nog 2. Dus we hebben nog feitelijk 7 vlogs te gaan na deze. Nog 7 van Decemberfeest. Maar ik ga echt rap, het is nu echt al week 3. Even nog eens een herhaling doen van wat we allemaal gedaan hebben. We hebben geshopt op in de. Ik ga een herhaling gewoon doen van wat van de 3 weken. We hebben geshopt op Wish. We hebben ons huis versierd, we hebben een speculatie-challenge gedaan, maar die vlog is niet echt goed gelukt, wegens auteursrechten. En in het begin zit er dan een heel wat muziekje in, om dat allemaal weg te krijgen, dus die was niet goed gelukt en ik had daar best de meeste kijkers op. We hebben ook karaoke gedaan, een TikTok-tutorial, kan ik altijd niet uitspreken. En over die karaoke, ik hoop dat jullie oren nog... marcheren. Wat hebben we nog allemaal gedaan? Een drinkchallenge. Ja, dat was een eerste vlog, de drinkchallenge. We hebben gebeld met de Sint, dat ook. En nog allemaal van die dingen. Dus... En vandaag, maar eerst weer mijn setje. Ja, dat moet ook. Ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal. Het is gratis, nog altijd. Dat zal ook altijd zo blijven. Ook naast die abonneerknop heb je een andere knop, het belletje, daar moet je ook op drukken en dan krijg je een melding als ik een nieuwe video plaats. En in december is dat van maandag tot vrijdag voor december eens. En ja, ook nog op die abonneerknop drukken. Oké, vandaag gaan we de Bean Boozers Challenge doen, maar dan in de Christmas stijl. Wat is Bean Boozers? Dit zijn snoepjes. Even uithalen. Ik zit hier al allemaal door elkaar gegooid. Ik heb zo een ratje. Als ik er aan draai en pak nu. Hij staat op dit snoepje waar hij nu op staat. Ja, zo. Dan moet ik die kleur pakken. Maar wat ik niet weet, want je hebt 2 smaken. Dus pak nu die dat ik er nu heb, heeft smaak. Waar staat dat hier? Dat is een goede vraag. Nou, dan gaat hier van onder staan, waar die snoep op staat. Ja, tuurlijk. Die heeft ofwel de smaak limoen, ofwel tuinafval. Maar in een snoepje nog allemaal goede en slechte smaken. De slechte smaken zijn bijvoorbeeld stinksokken, tuinafval, rotte eieren, tandpasta, praaksel, dus kot. Hondenvoer, snot en pipiluiers. En de goede smaken zijn tutti frutti, limoen, popcorn met boter, blauwe bes, persik, chocoladepudding, jij, sappige peer en kokos. Oh, van pina colada. Dus dat is de bedoeling. En ik ga het via het juiste kerstliedje doen. En ik heb de cd van Michael Bubbel. Ik ga deze beat shuffelen. En ik moet het liedje raden. Dus we gaan eraan beginnen. Ik ga het shuffelen. Ik mag niet kijken natuurlijk. Oké, daar zijn shuffelen. Zijn mijn geluid wel aan? Pas niet. Nou, nee dus. Oké, mijn geluid staat aan. We kunnen beginnen. Organisatie. Shuffle. Merry Christmas, ladies. Ah, Jingle Bell Rock. Ik denk het. Ready to sing a little jingle bells? Jingle bells, yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oké. Okay. Nou, ik moet zeggen dat ik nu niet aan het rad moet draaien. Jij. Oké, next one. Niet kijken, oké. Ah, ik heb het nu al 100 keer geluisterd, kom maar.
Maar je hebt Bro Christmas of zoiets? Ah, Bro Christmas. Oké, okay, ik wist het niet, dus ik ga aan het rad draaien. Ja, ik kan het niet zo zetten, want anders gaat het belletje altijd naar, dus ik moet hem zo. Oké, okay, hij staat op de blauwe. Ah ja, het kaartje is rood, maar het soepje is blauw. En die smaak kan dan zijn, even kijken, tandpasta of blauwe bes. Oké. Okay. Oké, okay. Dus je ziet dat ook niet aan die snoepjes, ze zijn allemaal hetzelfde, het is enkel de smaak, maar ik weet niet wat is. Dus. Tandpasta. Ja, maar ik vind niet slecht van tandpasta. Vind ik niet zo de ergste smaak. Ik denk als ik tuinafval of peperlaagjes heb of snot. Ja, ah, nee, toch niet. Ah. Toch niet lekker. Mm. Ik krijg het niet doorgestrekt. En nog dan zie ik daar nooit problemen mee, hè? Oké, okay, next. Oké, hij staat nu op de groene snoep. Wacht, hè? Op de groene. Dus dat kan zijn. Even kijken. Ah, dat is die limoen of tuinafval. Oké, dus wat ik eerder zeg, de smaak heb gelijk desbeet. Dan heb ik wel iets viezere smaak. Dus het kan limoen zijn of tuinafval. Ja, het is limoen. Ja, limoen. Zalig. Oh, dat is wel ontzettend. Mmm, lekker. Oké. Okay. Ah ja, ik moet eerst gewoon de liedje laten gaan. Ik kan jou draaien. What the fuck. Oké, even kijken. Ik moet draaien. Oh, weer al. Ik denk dat die CD van buiten kent. Die ben altijd daarop. Nu in deze tijd dan toch. Dus I love my girl Bubbel. Oh my god, die is zo knap. Die kan ik krijgen. Oké. Okay. Het is zo wat het gekleurde snoepje. Die kan smaken, ja. Ah, Tutti Frutti of Stinkzokken. Oké. Okay. Dus dit snoepje kan Tutti Frutti zijn of een stinkzok. Tutti Frutti, yes. Aha. Hoe weet ik? Ja. Yes. Oké, okay, next. It's beginning to look like Christmas. Denk ik wel. Ah nee. Shit. Is wat? Have yourself. Ah, ik dacht echt dat dat was. Die intro lijkt goed op elkaar. Oké, okay, ja. Wat? Brian! Oké, okay, ik heb weer dezelfde. Dus doe die Frutti of Stinkzokken. Dus dit kan Tutti Frutti zijn of Stinkzok. Tutti Frutti. Ja. Ja. Ja, ik denk het wel. Ja. Tutti Frutti.
Oké, next. Ja, ik ga toch voor iets kunnen knokken naar Christmas. Nee! Ah, fuck! De intro's lijken zo op elkaar. I'll be home for Christmas. Wat voor... Ketje! Oké, ik heb terug de groene. Dat was... Limon of tuinafval. Is toch want... Ja. Allee, ik krijg er niet uit. Oké, dus limoen of tuinafval? Limoen. Nee. Ja, het is tuinafval, nee. Dit is echt tuinappel. De eerste stukje smaakt naar limoen, maar nee, dit is echt geen limoen. Oh, fuck it. Oké, okay, ja. Nee. Nee. Oh, schrikker kind. Dus ik nog maar alles is ook tuinappel. Oké. Oké, we gaan nu even van een andere CD opzetten, dat die enkel Michael Bublé is. Robbie Williams heeft dit jaar ook een kerst-CD uitgebracht en ik vind ze wel goed. Dus, shuffle die handel. Kun je kijken? 1, 2, 3. Daarvan, echt. Ik heb iemand anders gehoord, hè. Dit is lekker dan pas aan. Heb ik Christmas afgebouwd. Oké, ja meer. Ryan, jij hebt die soort kerstmuziek van haar zijn. Dat is echt bezig hoor. Oh, mijn vinger zat. Oké, ik heb een witte. En dat kan dan zijn. Kokos of een babydruier of een pamper. Oké. Dus kokos, hopelijk van Pina Colada, of een babyluier. Kokos, ja, ik proef de Pina Colada. Ja. Oh, lekker. Dan begin ik te genieten, hoor. Oh, Pina Colada. I love kokos, really. Oké, next. Oké, ik heb terug de witte, dus dat kan terug. Kokos zijn of een babyluier. Hier juist had ik kokos, wie weet wat dit gaat zijn. Oh man, ja, ah, dit is een babyluier, fuck! En dat proeft echt naar een luier. Ah, ik ben gewoon een pamper aan het eten. Ah, fuck it, hè? Ah, nee. Nine. Oh mijn god. Schijt mijn handen verloren op. Ik ben gewoon een pamper aan het eten. Oh. Oh, fuck. Oh. Oké, next.
dan is het Happy Birthday Jesus Christus. Ja, Jesus Christus, dat ken ik niet hoor. Ah, we hebben een geel, die hebben we nog niet gehad. En dat kan popcorn zijn met boter of grote eieren. Even kijken. Tegen de ja, ik heb het dus. Popcorn met boter of een rot ei. Oh! Oh! Dat ik de zelf klaargemaakt heb. Oh, fuck. Oh, daarom. Oh. 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 Oh, nee. Oh, fuck mensen, dit was echt een hoop ei. Niet leuk. Next one. Oh, dat ken ik ook niet. Oh, fuck it, wat erg. Ik kan me gewoon niet meer concentreren op de muziek. Nee, ik moet kijken. Soul Transmission, dat ken ik ook niet. Oké. Wat heb ik? Een donkerfone, dat kan zijn. Kijken, even hier klikken. Oké, dit kan zijn. Wat had ik weer? Ik voel van corona. Ah. Sappige beer of snot? Ja, dan kan er nog bijna die pamper. Dan had die rode ei. Nu nog snot? En het is helemaal in orde. Oké, dit is een zattige beer of snot. Here we go. Ja, dat is beer. Oh. Ja, dit is beer. Ik heb iets geluk. Amai. Oh my god. Maar ik ben niet zo'n beer ervan. Oké, okay. Ik ga het nu nog een paar doen op Marie Dinges. En dan stoppen we. Oké, shuffle. Silent Night. Nee, Christmas time in the air. In the air again. Oké, ik moet draaien. Oké, ik heb terug een kroon, hè. Dus je hebt ook al gehad. Dat was dan, ja, limoen of turnafval. Ga ik weer turnafval eten of ga ik nog eens een limoen? Limoen. Oh, thank you. Echt waar, thank you. Oké, next. Ben ik slecht in? Dat heeft echt veel beter in verwacht. Silent Night, oh, dat was het vorige wat ik zei. Fuck. Ah. Ja. Ah, oh,
zeker. En dat is beter. Oké, ik heb een gele. Wat zit hier aan dat? Ja, er was grote ei of popcorn. Dus ik kan weer een rotte ei eten, gelijk als straks, of popcorn. Hopelijk popcorn. Ja, popcorn. Of, dit is popcorn. Maar ik vind dat geen goede popcorn, persoonlijk echt niet. Oké, okay, we gaan er nog eentje doen en dan afsluiten. Oh. Oei. Ja. Nee. Onder 20 voor schild of zoiets. Oké, okay, ja, dan maak ik het wel een keer nog eens draaien. Het is eentje die we nog niet gehad hebben. De paarse. Dat kan chocoladepudding zijn of golden food. Dus kijk ik als laatste snoepje. Chocoladepudding of golden food. Vind je nog niet zo erg golden food? Ah, het is golden. Oh, het is echt honden voor en dit is een kut! Ah. Nee, het is echt honden voor. Oh! Fuck! Jesus! Oh! Oh! Oké! Okay. Ik ga mijn vlucht dan weer eens afsluiten. Ik heb nog stukjes over, dus na de sample phase kan ik deze challenge nog eens doen. De Bean Boosters Challenge. Nu is het de Bean Boosters Christmas Challenge natuurlijk, omdat die zijn precies op kerstmuziek gedaan hebben. Dus ja. Oké, dit was het weer. Ah, ik heb gewoon rode eieren gegeten, tuinafval, een babyluier en hond ervoor. Oh. Oké, vond je dit een leuke video? Duimpje omhoog. Ik zou zeggen, ik ging er bijna. Abonneer zeker op mijn kanaal van Brian Thomassen. Het is gratis en het blijft gewoon gratis. Ook abonneren, want bij 300 abonnees doe ik er ook een gratis tegenprestatie. Dan dans ik op Beyoncé Sinkeladies. En als je op die abonneerknop drukt, moet je op die andere knop ernaast ook drukken, het belletje. En dan krijg je een melding als ik een nieuwe video plaats. Van maandag tot vrijdag. Enkel in december wel nu, voor decemberfeest. En dan ga ik nu de derde week afsluiten van decemberfeest. Dan zie ik jullie volgende week. En volgende week wordt het sowieso leuk, want dan is kerstavond en kerstmis. Dus... ja, volgende week is het zover. Is het echt kerstavond en kerstmis? Wat we volgende week allemaal gaan doen, ga ik nog niet zeggen. Ik plaats ook op kerstavond en kerstdag zelf. En ik denk tweede kerstdag zal de vlog komen van mijn kerstavondfeestje en kerstdagfeestje. Dat zal dan wel gemonteerd zijn, ofwel tweede kerstdag of derde kerstdag zal dat online komen. Dus ja. Maar volgende week gaat het dan wel echt kerstmis zijn. En dan de week daarna, die laatste twee dagen, zal het wel oudjaar en nieuwjaar zijn. Ja. We zetten december af op oudjaarsavond. Ik zou zeggen, ja, tot volgende week in een nieuwe decemberfeest van Brian Thomassen. En abonneren. En tot volgende week. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.